Op de zorgboerderij van Jan is iedereen reuze benieuwd naar de logees. Vrouwtje is de eerste. Ze is 26 en communicatieadviseur in de agrarische sector. De hokkenstrouw, dit is Ruud en Meri. Hi. Ja, ik denk dat we straks met de koffie anders een rondje. Ja, ja. Heeft nou iedereen hier zijn ei overal? Nou, het zijn eigenlijk allemaal overal van ons. Maar wel voor, ja, voor hunzelf. Niet iedereen heeft een overal aan trouwens hoor. Maar we hebben, ja, allemaal namen, haakjes, kluisjes, laarzen. Laarzen van mijn dochter, die moorde ook bij. Ja. Nee, maar ik denk we gaan anders even met mijn binnenwacht eventjes op die andere twee. Ja. Dat is met Jacques tegen Yvonne ongetwijfeld al gezegd hebben dat ik me wel... Want dat voel ik eigenlijk nog steeds wel zo, dat ik... Heel veel mensen om me heen heb altijd, maar uiteindelijk stap ik wel s'avonds een beetje mijn bed in. Dat is in die zin, hoop ik dat het straks wel anders gaat worden. Ja. Ja. Ik heb altijd vrienden die dan zeggen, ja, maar je hebt zoveel vrienden om je heen. Zeg ik, ja. En toch kom ik alleen thuis als ik gewerkt heb. Ja, dus, ja. Dat is dan toch wel jammer, hè? Ja. Ja. En hoe heb je relaties hiervoor? Ja, ik heb nooit samen gewoond. Nee? Dus, maar wel lange relaties gehad? Langs een jaar, dus dat is niet heel lang. Nee. En ik heb 5 jaar geleden een vriend van mij verloren. Of nee, dat was eigenlijk meer dan een vriend. Dus dan ga je daarna ook wel heel bewust nadenken van wat wil ik en wat wil ik niet in een relatie. En daar ben je dan de afgelopen 5 jaar misschien ook anders mee bezig dan leeftijdsgenoten. Die gewoon iemand tegenkomen, daar iets mee beginnen en nu al weet ik hoe lang samen zijn. Ja. Ik had wel, toen ik binnenkwam en dat Jan meteen begon over relaties, dat ik dacht, oh ja, het is serious shit, zo. We gaan nu echt beginnen. Maar volgens mij ook heel goed en ik snap ook dat hij het wil weten. Hey. En daar is de tweede logé van Jan, de 30-jarige Nienke. De laatste dame laat nog even op zich wachten. Hallo. Een uurtje later, maar gelukkig heeft Vera ook de boerderij gevonden. Nu alleen de boer nog. Ik ben op zoek naar Jan. Ik ben op zoek naar Jan. Ja, wij ook. Waar is hij? Jan moet ergens schurven hier ook. Ik denk dat hij of die ver naar binnen is. Dat kan ook. Oh, leef jij ook nog? Hey! Ja! Hey! Hey. We zijn er ook nog. Hier zijn ze. Ja. Hi. Hey. Hey. Hi. Ik was, ik wilde nog even mijn auto wassen voordat je heen ging. Heel slim. Dat dacht ik even op de heenweg. En toen kwam ik erachter dat mijn nummerbord er was. Nee! Dat was straat. Wat? Echt heel bizar. Dat heb ik helemaal nooit. En kon je, wel weer je had hem wel weer terug ook? Ja, ik heb hem terug, maar hij ligt op het dashboard. Dus ik heb je hulp nog even nodig, denk ik. Ja, ik denk dat het wel een beetje bij de past. Ja, dat maakt wel een beetje rommelige indruk op mij. Ja. En nou, hij heeft ook wel iets. Hij heeft ook wel iets schattigs, vind ik trouwens. Wil jij ook nog? Nou, lekker. Ja? Ja, nou, dan gaan we doen nog even een kopje thee. Dan gaan we daarna even lekker de boerderij. Ja. En aan het werk trouwens ook, hoor. Oh, dan mag ik wel even heel andere schoenen aangetrokken. Ja. Ja, maar ik nog heb een beetje... ook laarzen meegenomen. Ja? En een overal zelfs. Ah, echt? Ja, prima, joh. Was dat grappig? Ja. Bij Jan staat een uitdagende klus op de planning. De 30 zwaarste lammeren moeten gescheiden worden van de rest. Zij gaan morgen vroeg naar de veemarkt. En vaak hoef je niet eens te rennen. Dan is wat relaxter. Ja, dus als je wel doet, dit doet, ja. Maar niet erachteraan gaat. Hey, en dan even kijken, vrouwtje. Probeer hem niet aan de wol te pakken. Of zo min mogelijk, maar gewoon om zijn nek heen pakken. Hey, als jij is daar. Kom jij hier, sir? Ja, ja. Ik vind lammeren vangen altijd wel leuk om te doen. Dus voor mij was dit een soort feest van herkenning, denk ik. En dicht! Ja! Nee, die is toch zwart. Niet? Oké. Okay. Ja, dus je hebt toch een blauw stip? Dat is paars. Oh, paars. Nou. Oké, okay, prima. Ja. Maar betekent dit wat ik denk dat het betekent? Ja. Ja. Shawarma en kebab. Zo gaat het, meid. Zo gaat het. Ja. Sorry, jongens. Jan? Oh, ik denk dat Vera een vraag heeft. Ja, ja. Doe me dicht. Ja? Ja. Oh. Kom aan deze kant niet. Ik moet even wennen. Ja. Ja.
Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn hoor, eindelijk. Maar ik moet gewoon even wennen. Guus! Kom maar. Loop er maar even heen. Ga maar even zo rammelen. Dus eigenlijk moet Nienke langzaam aan die stal lopen. Ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft wat Nienke doet eigenlijk. Nee, ja? Nou, dat ligt niet aan Nienke hoor. Het was prima dat vrouw ook gewoon met die schapen aan de gang ging. Dat wij ze gewoon een beetje konden begeleiden. Dus dat was gewoon oké. Okay. Maar dat is dan dat ik denk, oké. Komt dit nu een beetje dommig over? Maar dat idee had ik helemaal niet dat Jan dat per se vindt. Dus het is ook gewoon goed. Nienke werkt met mensen met een verstandelijke beperking. En als vrijwilliger is ze een paar uurtjes per week op een zorgboerderij te vinden. Ik vind het buiten zijn, dat is gewoon voor mij wel het ultieme boerenleven, zeg maar. Met dieren, met zo'n superleuke knul. Dat is gewoon, ja, dat maakt mijn dag helemaal goed. Kom maar heel gauw. 1, 2. Ik vind Jan heel leuk omdat hij humor heeft. En hij kan soms zo mysterieus kijken. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Rammelen. Laat hem maar een beetje eten. Ja. Rakka, wegwezen. Rakka, ga jij eens weg. Ja. En dan loop je langzaam naar de stal en dan rammel je een beetje. Loop maar naar het... Mooi. Kijk. Te gek. Ja, zit niet meer daar tegenaan. Boerenleven zou ik maar zeggen, daar geniet ik heel erg van en daar heb ik ervaring mee. Maar die andere twee dames, die zijn supergoed met cliënten en zorg. Dat ik meer dacht, hoe goed ben ik daar dan straks in? Loop maar in, hok in. Loop hem maar in. Oh. Gelukt. Ja, de schapen vangen van de baby's. Jee. Hi, Toop. Dit is het. Hi, Toop. Buurman.